Wij denken dat de mensen op ons gestemd hebben omdat een bezoek aan de kazerie altijd een feestje is. Het is veel te onpersoonlijk aan het worden in heel veel winkels en dan met name de supermarkten. En wij proberen hier kleinschalig juist een stukje vrolijkheid weer terug te brengen bij de mensen. En dat doen we door interactie, door vooral veel te laten proeven en veel te vragen aan de mensen waar hun interesse er nou uitgaat qua smaak en daar een invulling aan te geven. Hoe lang bent u ermee bezig geweest om dit op te zetten qua pand en wat voor winkel u precies wilde hebben? De groei is wel heel bijzonder geweest. We zijn echt gestart als een kleine kaaswinkel. We hadden kaas en iets wat vleeswaren en een beetje wijn. En in een tijdbestek van 2 jaar is dat eigenlijk door de interactie die wij hebben met onze klanten en vooral luisteren naar wat de mensen graag willen, is de winkel gegroeid tot wat die is. Gaat u ook op bezoek bij bepaalde kaasboeren om nieuwe kaas te ontdekken? Ja, absoluut. Niet alleen het ontdekken van nieuwe kazen, maar ook nieuwe recepturen, nieuwe combinaties maken van producten is voor ons ontzettend belangrijk. En ik denk dat wij zo'n 5-6 keer per maand zeker bij een collega op bezoek gaan. U heeft de prijs gewonnen. Zit daar ook een geldbedrag aan vast? Heel eerlijk gezegd waren wij niet op de hoogte van deze verkiezing. Een van onze gasten die heeft ons ervoor opgegeven. Wij dachten van nou, als klanten het waard vinden dat wij hier aan bij moeten doen, dan gaan we dat doen. Het belangrijkste voor ons is dat er geld binnen te halen is voor Kika, Kinderen Kankervrij. Elke stemmer namelijk, die moet even een aanvinken dat hij de nieuwsbrief wil ontvangen. En dan gaan de sponsoren van het evenement, die storten dan 5 cent in het Kika-fonds. En voor ons is de eer het allerbelangrijkste. En qua geld is het belangrijkste dat Kika zoveel mogelijk ophaalt.